video. Vandaag ga ik een video filmen die ik al wel eens eerder heb gefilmd, namelijk een study routine. En hierin laat ik eigenlijk zien hoe ik leer, hoe krijg je nou motivatie en geef ik tips hoe je beter kan leren voor je toetsen. En dat is eigenlijk een beetje wat ik ga laten zien in deze video, dus ben je nou benieuwd en heb jij een toetsweek die er binnenkort aankomt? Kijk dan vooral verder. Het eerste waar ik voor zorg als ik ga leren is dat mijn kamer helemaal opgeruimd en schoon is, mijn bed opgemaakt is en alles er eigenlijk een beetje netjes uitziet. Als het allemaal best wel vies en rommelig is, kan je je namelijk niet zo heel goed concentreren en een opgeruimde kamer geeft mij best wel een kalmerend gevoel. Nog een handige tip is om al je proefwerken en toetsstof in je agenda te schrijven. Dit doe ik zelf ook. En het is super overzichtelijk omdat je dan ziet wat je hebt en wat je moet leren. En het is gewoon best wel fijn om het allemaal op papier te zien en te kijken van oh, hoeveel moet ik daarvoor nog doen en hoeveel moet ik nog voor het andere vak doen. Dus het is zeker een aanrader om al je dingen in je agenda op te schrijven. Om het nog overzichtelijker te maken kun je natuurlijk gebruik maken van markers. Echt, die dingen redden je leven. Ik zweer het je. Is om al je werk in stukjes op te delen en over de week te verdelen voor de toetsweek. Dit doe ik zelf ook met een aantal vakken omdat ik daar gewoon heel veel moeite mee heb. Dus als jij een vak hebt waarmee je heel veel moeite hebt, bijvoorbeeld wiskunde of geschiedenis, ga dan alvast eerder beginnen en hak het werk wat je moet leren voor de toets in stukjes. En het is veel chiller, want je bent veel sneller klaar met leren en je hebt eigenlijk alles al herhaald voor de dag van de toets zelf. Ja, ik vind het zelf ook gewoon echt veel chiller. Ik doe het nu met geschiedenis. Dus ik vat elke dag één paragraaf samen. Ik doe het ook voor Engels opdrachten, want het zijn ook superveel. Die heb ik ook in stukjes. Dus vandaag moet ik ook nog wel een stukje Engels doen. Maar dan heb ik het en op tijd af. En ik heb niet zo heel veel stress, want ik hoef niet alles op het laatste moment te doen. Met sommige vakken kan dat echt wel. Als je dat kan. En als je alsnog echt een 8 haalt of zo, is het echt helemaal prima om te doen. Dat heb ik ook met bepaalde vakken. Maar stel je hebt moeite met één vak, is het heel, heel handig om dat vak dus in stukjes op te delen en te verdelen over de week. Een andere manier om motivatie te vinden om te leren voor mij is het gebruik van markers. En zoals je ziet vind ik het echt geweldig om alle kleuren te gebruiken in alle soorten manieren mogelijk. En ik vind zelf dat het leren super leuk maakt, dus dan ben ik ook gemotiveerd om te gaan samenvatten. Omdat ik het heel leuk vind om mijn blaadjes echt vol te kliederen met markeerstiften en zo. Dus misschien dat dit voor jou werkt, misschien dat je geen markers hebt. Maar zoals ik al zei, het redt echt je leven. Het is veel leuker om met kleurtjes te werken en eigenlijk een soort van kunstwerk van je samenvatting te maken. En ja, zo heb ik eigenlijk ook alweer zin om te gaan leren. Dus misschien dat het ook voor jou werkt. Een andere tip is eigenlijk dat je een presentatie aan jezelf geeft over de stof waar de toets over gaat. En het klinkt heel stom, het ziet er ook heel stom uit als je dat doet. Maar ik doe het zelf heel vaak, voor bijvoorbeeld geschiedenis, omdat het heel veel tekst is, of tekenen, want daar heb ik kunstgeschiedenis. En eigenlijk het enige wat je doet is een presentatie geven aan gewoon echt helemaal niemand. Praat lekker tegen de muur, praat tegen jezelf, praat tegen een plantenpot. Whatever. Maar ik heb altijd dat als ik een presentatie geef, dan blijft de informatie in mijn hoofd zitten. Ik kan nu ook mijn hele presentatie over een plein in Rome herhalen, omdat ik het gewoon allemaal nog weet. En het is ook weer wat anders dan schrijven en lezen. Weet je, ga gewoon lekker praten tegen jezelf, tegen niemand. Misschien wel een vriendin luisteren. Het werkt wel. Presentaties geven aan jezelf werkt echt. Dus al heb je een korte samenvatting gemaakt. Doe een presentatie, je hoeft niet per se naar de tekst te kijken. Probeer het zonder tekst. Misschien ken je het dan wel uit je hoofd. Super chill. En ik raad het echt aan. Ik ken meerdere mensen die dit doen. Het ziet er heel debiel uit, maar het werkt. De laatste tip, en hier ben ik de laatste tijd heel erg fan van, is om gewoon een stukje te gaan hardlopen. Dit kan voor of na het leren. Ik doe zelf altijd voor het leren. Want ik weet niet, soms heb ik gewoon even de energie nodig of zo. En als ik dan ga hardlopen, dan ben ik wel even moe daarna als ik ermee stop. Maar dan eet ik wat en dan zit ik vol energie. Dan ben ik gewoon helemaal klaar voor de dag. Dus het liefst
ga ik ook hardlopen voor 12. Dus meestal rond 11 uur of 10 uur. En dan kom ik thuis, eet ik wat, ga ik douchen en dan heb ik gewoon echt de energie om die hele dag aan het werk te gaan. En dit werkt voor mij. Misschien werkt het voor jou niet, ofwel, je moet het echt een keer uitproberen. Ik kan natuurlijk ook na het leren gaan rennen. Super chill vind ik het. Gewoon even al die stress, gewoon even lekker eruit rennen. Je hoeft er even niet meer aan te denken. Gewoon gaan rennen, muziekje aan, super chill. En omdat het nu ook warmer weer wordt, is het heel chill om buiten even lekker een stukje te gaan hardlopen. Dat was de video dan alweer. Vond je het nou leuk? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. En wil je nou niks meer missen van mijn kanaal? Druk dan even op abonneren. Het is gratis en het kan hieronder. En we gaan nu richting de 2000. Super vet. Ik hoop echt dat we het binnenkort gaan halen. Maar ja, ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei doei!